gedaan. Gisteren was hij nog een beroemde voetballer. Vandaag een indianenopperhoofd. Hij is op zoek naar andere indianen om mee te spelen. Misschien bij die? Ik ben grote vlam. Ik heb geen tijd. Ik ga naar het tekenhuis. Mag ik mee? Zeg, jonge dame, komt er nog wat van? Ja, voel maar. Ik ben er echt. Ik ben het tekenmannetje. Weet je al wat je gaat maken? Hm? Ik weet iets, maar hoe moet ik beginnen? Help me maar eens even. Wacht even. Ik zal je het even laten zien. Om te beginnen heb je natuurlijk een kwast nodig. En het liefst twee. Een dunne en een dikkere. En daar heb je een vel papier met verf. Rood, geel, blauw en wit. Er zijn nog veel meer kleuren, maar die heb je nu nog niet nodig. Hé? Hey, ik heb een nieuwe kleur gemaakt. Als je je kwast wat hoger beetpakt, kun je zien wat je doet. Je moet je kwast wel goed schoonmaken. Kijk maar wat er gebeurt als je dat niet doet. Hier, dan krijg je van die vieze poepkleuren. Ja? Gaat dat worden? Geen idee. Ah, denk dat ik het weet. Ja. Een tentje, ja. Alleen jammer als het gaat regenen. Want de tent is helemaal open, je zou kletsnat worden. Nou ja. Wat doe je nou? Het wordt een grote tent en die heeft veel kleuren nodig. Wel saai hoor. Dan wordt de tent maar één kleur. Moeten er dan andere kleuren bij? Tja, dat kan. Of telkens een ander beetje oranje. Nou ja, je neemt een klein beetje en dan weer een beetje. Ja, dan wordt het telkens anders. Maar dat zal je wel zien. Als je er lapjes over schildert, dan wordt de tent vanzelf dicht. Zo kun je de tent ook groter maken.
Ja, maar ik zie niks. Je hand zit ervoor. Ik kan niks zien. Pak je kwast eens wat hoger beet. Ja, zo. Gaat niet. Deze tent past er niet meer op. Jawel, dat gaat best. Kijk maar. Kijk, ik ben even de tent. Ik ga gewoon voor de anderen staan. Zie je wel? Zie je wel dat er genoeg ruimte is? Begin maar. Dat gaat goed. Ziezo, die staat. Zie je, je kunt dus best dingen over elkaar heen schilderen. Daar komen de dingen voor en achter elkaar te staan. Nu sta ik er nog achter. Maar kijk. Juppie, 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 juppie. Juppie, juppie, juppie. En nu sta ik ervoor. Zie je wel? Het lijkt hier nou wel echt een Indianendorp. Zijn er alleen helemaal geen Indianen? Indianen! Kijk eens, er zijn allemaal bloemen bijgekomen. Mag ik er een? Ik kan niet goed mensen maken, niet met verf. Nee? Nee? Dan kijk ik toch of ik een Indiaan voor je kan vinden. Misschien binnen in die tent. Oh, wacht eens even. Het is veel te donker, ik zie niks. Hallo? Hallo? Is hier iemand? Hallo? Wacht even, ik zie een lamp. Hé, blijf eens staan, ik zie een schaduw. Hé, is dat geen idee om te beginnen met de schaduw van een Indiaan? Met welke kleur? Nou, met de kleuren die jij mooi vindt. Paars, groen of blauw. Maar natuurlijk wel een andere kleur dan de tent, anders zie je niks. Als je een arm of been verkeerd getekend hebt, schilder je die gewoon weg en begint opnieuw eroverheen als de verf droog is. Je schildert de arm weg, dat is een goed idee. Je schildert tegelijk om de Indiaan heen. Oh, vind je mooi? Dat wil ik ook. Ja, dan doe je dat. Je weet nu toch hoe Indianen eruit zien, dus kan je ze mooi aankleden met feestkleuren en zo. En als je dat dan doet, nou, dan staan ze voor hun tent. Zien ze er mooi uit? Zie je die versiering op hun kleren allemaal? Prachtig. Ik ga achter ze aan. Kijken waar ze naartoe gaan. Schilder jij nog maar even verder. Thank you.
Dit is een groot indianendorp, zeg. Moet je zien? Die tenten staan allemaal in een kring. Oh, en deze tent is mooi versierd. Kijk eens, met kleuren en met rondjes en met streepjes en met weet ik veeltjes. Moet je kijken. Moet je komen, kom eens kijken. Kom eens naar binnen kijken, je weet niet wat je ziet. Kom nou. Oh, dit is een mooie vaas. Kijk, wat is dat? Het lijkt wel een tas. Het is helemaal versierd. En zo'n mooie laars, die wil ik ook. Hé, een echt indianenschild. Jij hebt je tekening ook al mooi versierd met rondjes en met streepjes. En daar kan je het beste een hele kleine kwast voor gebruiken. Want dan kan je de vormpjes ook heel klein maken. Kijk die vaas, die heb ik even geleend. Ik dacht dat die wel mooi zou staan in je tekening. Ik ben grote Flap. Oh, wat is dat voor gekrijs? Moet je kijken zeg, alles stort bijna in. Alle tenten storten bijna in. Dat kunnen we niet hebben in deze tekening hoor. Deze vaas is voor u. Of mag ik jou zeggen? Mag jou zeggen. Laat het zien. Maak zelf maar een tekening. Dan kan je zelf kijken als je wil. Ah, indiaan zonder veren. Ja, een veer moet je verdienen. Ga eerst maar eens wilde dieren vangen. Zo krijg ik nooit een veer. Nou, dat is een probleem. Als je nou zo'n mooie tekening maakt. Krijg ik dan ook een veer? Van mij wel. Hé, het lijkt wel een vuur. Maar pas op, want zo brand je je vingers. Wat een hoog vuur. Met gele en oranje vlammen. Kijk eens hoe mooi ik er tegenaf steek. Ja, dat is waar. Want in vuur zie je verschillende kleuren. Kijk. En de vlammen die zijn gemaakt van veegjes. En die gaan alle kanten uit. Het lijkt wel of de kleuren en de vlammen dansen. Ja, als je de omgeving donkerder maakt, dan kun je de vlammen nog beter zien. Oh.
Moet je kijken. Al die vlammen die dansen. Kijk, en in de lucht dansen de veegjes ook allemaal mee. Ik krijg ook zin. Nee, niet doen. De kietel toch? Indianen die dansen, die zie je toch ook niet precies? Dus hoef je ze ook niet precies te schilderen. Misschien kun je hier ook een paar Indianen maken die dansen. Met hier een arm. En hier een arm. Zin om muziek te maken. Kun je voor mij niet iets schilderen waar je muziek mee kan maken? Een trommel of zo? Oh, wat een mooie trommel. Kijk of je het doet. Tekening van Berdien. Berdien heeft geen lijnen getekend. Ze schilderde met vlekjes. Die vlekjes schilderden ze tegen elkaar aan. Zo maakte ze de grote vormen van de tenten, de grond en de indianen. Daarna heeft Berdien met een kleine kwast alles versierd. Met rondjes, streepjes en... weet ik veeltjes. Adriaan schilderde vlammen en de lucht met lichten en... donkere kleuren. Alles beweegt, dus hoefde hij de vormen niet eerst precies te tekenen. Met veegjes van de kwast schilderde hij. De veegjes gaan alle kanten op. Als je zo schildert, lijkt het of alles danst. Hé, een veer, dankjewel.